Jos Engbersen, jij bent bekend van jouw schilderijen die zeer realistisch zijn. En vandaag geef je hier in het Huis van Katoen en Nu een workshop. Ja, ja, hoe is het om de mensen jouw stijl van schilderen bij te brengen? Ja, mijn stijl in één ochtend, dat wordt lastiger. Maar een beetje in de richting van goed kunnen zien wat het voorstelt. En dan moet je in iets bedenken wat je in ochtend of in een paar uurtjes zelfs maar tot een leuk resultaat kunt laten komen. En dat is dan dit bloemstuk. Ik vind het heel leuk. Mensen die beginnen en die denken, ja, maar dat is 3 stappen te ver. Maar toch, nou ja, dat kun je nu al zien. In een uur, anderhalf uur tijd begint het al resultaat te tonen. En dat is leuk. Dat is bijna een kick, zeg maar, om dat te laten gebeuren. Ja, even heel kort. Hoe ben jij zelf tot het maken van schilderijen gekomen? We hadden het net over dat ik in de jeugdjaren begon als zaterdaghulp bakker. En in een van die zaterdagen zag ik wat oude schilderijen bij de vuilstort staan, bij de afval. En toen denk ik, jezus, dat lijkt me leuk om dat ook eens te gaan doen. En toen maakte ik contact met een vriend die al schilderde en zodanig. Op die wijze ben ik ook aan het schilderen gekomen. Ik was 16, 17 jaar. En je doet het nu al heel erg lang. En het verveelt nooit? Het verveelt nooit. Omdat je nooit uitgeschilderd bent. In de zin van uitgeleerd bent, moet ik zeggen. Elk stofje, elke voorstelling is toch weer iets anders. En een ontdekkingsreis. Van oké, hoe krijg ik dat voor elkaar. En dat verveelt niet. Zolang je het nog niet uit de mouw schudt, blijft het boeiend. Hoe is het om hier aan mee te mogen doen? Nou, ik vind het ontzettend leuk en heel inspirerend. Als ik zie welke werken er nu al in concept zijn gemaakt. Nou, ontzettend leuk. Je stijgt boven jezelf uit. Ja, en ja, hoe ben jij er zo toe gekomen om hier aan mee te doen? Ja, doordat ik werd erop gewezen door José. Ze zegt, doe toch ook mee? Ik zeg, ja, zal ik dat doen? Oké. Dus heb ik me aangemeld. Maar helaas, het was vol en ik stond dus op de wachtlijst. En vandaar kwam er toch nog één plekje vrij. En nou, en doe ik nu mee. En ik vind het ontzettend leuk om te doen. En ja, wat ga je maken precies? Nou, ik hoop een vaas met bloemen. Het kan alle kanten op volgens mij, maar het is wel de bedoeling echt een vaas met bloemen. Met verschillende soorten bloemen. Maar wat voor bloemen het zullen worden, ja, dat weet ik absoluut niet. Dat laat ik wel aan mijn brein over. Kijken wat het doet. Een verrassing dus. Helemaal een verrassing, ja.